Hoi, welkom op het kanaal van Happy Healthy. Leuk dat je kijkt. Vandaag vertel ik je alles over de verschillende soorten melk die er op de markt zijn en welke je het beste kan kiezen. Ik heb hier een aantal plantaardige varianten staan en een aantal koemelkvarianten. Er zijn ook andere dierlijke varianten op de markt, bijvoorbeeld geitenmelk. Daar zal ik ook wat in deze video over vertellen, die heb ik hier alleen niet op tafel staan. Maar laten we beginnen met de koemelkvarianten. Nou, ik heb hier een aantal koemelkvarianten, namelijk de magere, de halfvolle en de volle variant en dan ook nog karnemelk. Nou, om te beginnen met de gewone melk. Het voornaamste verschil tussen deze drie soorten melk is het vetgehalte. De volle melk bevat namelijk per 100 ml 3,6 gram vet, de halfvolle variant 1,6 gram vet en de magere variant bevat 0 gram vet. Nou, bij de halfvolle melk wordt er dus een deel afgeroomd en bij de magere melk wordt het vet volledig verwijderd. Nou, dit heeft uiteindelijk per 100 ml ook een effect op de samenstelling van de rest van de macronutriënten, want dit bevat namelijk meer water en dit bevat meer vetten. Wat veel mensen soms wel eens denken is dat de magere variant ook meer eiwit bevat. Dat geldt inderdaad voor bijvoorbeeld yoghurt en kwark, maar bij melk is de hoeveelheid eiwit gelijk per 100 ml. Nou, zijn er dan nog andere verschillen? De hoeveelheid koolhydraten zijn ook redelijk gelijk. Ligt allemaal tussen de 4,5 en 5 gram koolhydraten, oftewel suikers, want dat zijn namelijk de lactosesuikers die in melk aanwezig zijn. En het enige verschil is eigenlijk de hoeveelheid vet. En het verschil komt dan vooral eigenlijk voort in de hoeveelheid calorieën die het bevat. Want volle melk bevat namelijk 65 calorieën per 100 ml, halfvolle melk 48 en magere melk 34. Nou, welke kan je dan het beste kiezen? Dat hangt er volledig van af wat voor jou belangrijk is. Voor de hoeveelheid eiwitten maakt het dus niet uit wat je kiest. Voor de hoeveelheid koolhydraten maakt het ook niet uit. Je kan natuurlijk kiezen op basis van smaak. Nou, veel mensen vinden bijvoorbeeld volle melk lekkerder dan magere melk. Maar dat is compleet persoonsafhankelijk. En verder zou je ervoor kunnen kiezen om de magere variant te nemen wanneer je probeert af te vallen bijvoorbeeld. Omdat het wat minder calorieën bevat. Maar aan de andere kant, halfvolle en volle melk zullen weer iets beter vullen omdat het wat meer vet bevat. Dus dat is eigenlijk compleet persoonsafhankelijk wat je dan het beste kan kiezen. Nou, dan karnemelk. Karnemelk wordt gemaakt van magere melk. Dus het is ook een mager product. En hoe wordt het nou gemaakt? Je zal het misschien wel eens geproefd hebben. Het is een stuk zuurder dan gewone melk. Dat komt omdat ze er melkzuurbacteriën aan toevoegen. En deze eten als het ware de lactose op en zetten dit om in melkzuur. En daardoor heeft het ook een zuurige smaak. Nou, wat betekent het nou voor de samenstelling? Het betekent dat het 28 calorieën per 100 gram bevat. Of eigenlijk 100 milliliter hebben we het natuurlijk over. Nou, vergelijk je dat met de magere melk waarvan het gemaakt is, die bevat 34 calorieën per 100 milliliter. Dus dit is eigenlijk nog minder calorieën. Nou, en hoe komt het nou dat het wat minder calorieën bevat? Dat komt omdat het wederom iets meer water bevat en vooral ook omdat er minder koolhydraten in zitten. Er zit hier namelijk 3,5 gram koolhydraten, omdat dus een deel van die lactose is omgezet naar melkzuur. Het bevat 0,2 gram vet, dus eigenlijk iets meer vet dan die magere melk. Dus er zal een iets andere variant melk zijn gebruikt, maar er wordt in principe magere melk voor gebruikt. En het bevat 3 gram eiwit per 100 milliliter. Nou, karnemelk is ook een hele gezonde optie. Sowieso geldt voor al deze melk dat het een goede bijdrage levert aan je inname aan eiwitten, inname aan calcium. Dus daar is het een hele gezonde keuze voor. Dit is ook weer een magerdere variant. Dus kies je ervoor om bijvoorbeeld wat minder calorieën binnen te willen krijgen, dan kan je beter voor deze kiezen. Ga je meer voor smaak of voor vullendheid, dan kan je beter een van deze twee varianten kiezen. Nou, dan geitenmelk. Ik heb hier even geen voorbeeld op de tafel staan, maar als ik een mooi plaatje kan vinden, zal ik hem hier even laten zien. Het verschil is dat het dus melk van een geit is in plaats van een koe. En de normale geitenmelk, de standaard geitenmelk, is eigenlijk heel erg te vergelijken met de volle melkvariant van een koe. Nou, wat is dan een verschil? Waarom zou je voor geitenmelk kiezen? Dat kan zijn vanwege de smaak, want het smaakt een beetje anders. Er zijn mensen die een koemelkintolerantie hebben, dus die mensen kunnen misschien wel geitenmelk drinken, maar geen koemelk. En een ander verschil is dat het iets meer zink en selenium bevat. Nou zou je dan kunnen denken van, oh, dan is dat een betere optie. Maar de samenstelling in mineralen verschilt heel minimaal.
Koemelk is weer wat rijker in andere mineralen, dus daarvoor hoef je het niet per se te kiezen. Het is niet zo dat geitenmelk per se gezonder of ongezonder is. Je moet gewoon weten dat de standaard geitenmelk in de supermarkt vergelijkbaar is met volle koemelk. En dat als je een koemelkintolerantie hebt, dat je misschien geitenmelk wel kan drinken. Laten we dan doorgaan naar de plantaardige varianten. Nou, dan heb ik hier 4 plantaardige varianten op tafel staan. Er zijn tegenwoordig heel veel plantaardige varianten op de markt. Ik heb er hier maar een paar voorbeelden van verschillende bronnen waar ze de melk van hebben gemaakt. Maar er zijn er dus nog meer op de markt. En deze zijn allemaal geschikt voor veganisten. Het is namelijk zonder het gebruik van dierlijk product gemaakt. Nou, welke variant heb ik hier op tafel staan? Dat is de soja, haver, dit is hazelnootmelk en amandelmelk. Nou, als je mij op de man afvraagt welke kan je nou het beste kiezen, dan is mijn eerste reactie altijd sojamelk. En de reden daarvoor is dat sojamelk redelijk vergelijkbaar is met een koemelk in samenstelling en dan met name de hoeveelheid eiwitten die het bevat. Het bevat namelijk per 100 milliliter, trouwens, ik wil hier even bij zeggen, ik heb hier de ongezoete variant en dat raad ik eigenlijk altijd aan, want toegevoegde suikers wil je zo min mogelijk binnenkrijgen. Per 100 milliliter bevat dit 37 calorieën, 1,9 gram vet. Wel belangrijk om te zeggen dat het hier wat minder verzadigd vet bevat dan de koemelkvarianten. En het bevat 3,5 gram eiwit per 100 milliliter. Nou, dit wordt gemaakt van de sojaboon, is dus rijk aan eiwitten. Er zijn wat broodje aap verhalen die al jarenlang door de voedingsindustrie gaan dat soja ongezond zou zijn. Nou, dat is simpelweg niet waar. Ik heb daar ook een uitgebreide video over gemaakt. Dus mocht je dat interessant vinden, dan zal ik die hieronder even linken. Dan kan je die kijken. Maar zolang jij niet liters en liters en liters aan sojamelk gaat drinken, is er helemaal niks mis met een beetje sojamelk. Kan je gewoon drinken. Rijk aan eiwitten. Goede optie. Nou, dan een andere plantaardige melk die ook rijk is aan eiwitten, die ik ook zou aanraden, is de melk op basis van erwten. Die heb ik hier niet staan. Ik zal hierboven even een plaatje laten zien van een voorbeeld daarvan. Maar dat wordt dus gemaakt van erwten en is vaak ook rijker in eiwitten. Nou, wat ook fijn is, is dat er vaak aan plantaardige melk ook nog wat dingen toegevoegd worden die van nature in bijvoorbeeld koemelk voorkomen. Hier is bijvoorbeeld vitamine D, vitamine B2 en vitamine B12 aan toegevoegd. Het bevat ook calcium en dat is dezelfde hoeveelheid eigenlijk als die in koemelk zit. Dus dat is heel erg fijn dat ze dat ook vervangen hebben. Nou, dan een populaire variant is de havermelk. Nou, kijken we naar de voedingswaarde, bevat het 59 calorieën per 100 milliliter en bevat het 1 gram eiwit. En dat is waarom ik havermelk een iets minder goede optie vind, omdat het minder eiwitten bevat en het eigenlijk niet daarin vergelijkbaar is met bijvoorbeeld de standaard koemelk variant. Nou, kijk je naar die sojamelk, dan is het dat dus wel. Kijk je naar het verschil, want de havermelk is hoger in calorieën. Dus dan vraag je je misschien af, nou, hoe komt dat nou? En dat komt eigenlijk door de hoeveelheid koolhydraten die erin zitten. Want het bevat namelijk 6,6 gram koolhydraten per 100 milliliter en 0,8. Dus dat is eigenlijk het grootste verschil. Dit is vooral een melk rijk aan koolhydraten. Het is wel fijn dat er wederom die vitamines en dat calcium wordt toegevoegd. Ik wil ook niet per se zeggen dat het een ongezond product is. Maar het is niet per se een volwaardige vervanger van koemelk. Nou, wel even zo eerlijk, zeker in deze tijd waar het ook belangrijk is om daarover na te denken, om te benoemen dat dit beter is voor het milieu dan de gemiddelde koemelk. Dus dat wil ik er wel graag even bij benoemen. Mocht je het heel lekker vinden, je kan het prima drinken. Zeker deze variant is ook geen suiker aan toegevoegd, dus het is op zich wel een gezond product. Maar het is niet de perfecte vervanger voor koemelk. En daarom zou ik eerder dan de sojamelk of de pea protein, dus de ertenmelk, aanraden. Nou, dan heb ik nog 2 varianten op basis van noten. Er zijn er meer op de markt, maar ik heb hier even de amandelmelk en de hazelnootmelk. Om te beginnen met de amandelmelk, wederom een ongezoete variant. Nou, wat interessant is aan amandelmelk is dat het gemiddeld gezien het laagste in calorieën is van alle soorten melk die er te verkrijgen zijn. Het bevat namelijk per 100 milliliter 13 calorieën en dat komt voornamelijk voort uit 1 gram aanwezige vet. En verder bevat het maar 0,5 gram eiwitten. Dus daarom vind ik dit niet een hele goede optie. Het bevat echt bijna geen eiwitten. Het is vooral heel veel water wat hierin zit. Er is volgens mij ook wel eens onderzoek naar gedaan door de Voedselwarenautoriteit of iets in die trant over hoeveel procent amandel er daadwerkelijk in zo'n amandelmelk zit. En dat is gênant weinig.
Dus ja, je kan dit lekker vinden. Het is ook wederom geen ongezond product, zeker als het zonder toegevoegde suikers is. Maar het is ook niet een heel voedzaam product. Er wordt wel wederom weer B12, vitamine D2 en calcium toegevoegd. Dus dat is heel positief. Let daar ook op als je een plantaardige melk koopt. Maar amandeldrink is niet super voedzaam. En ik was zelf nog wel even benieuwd van hoe zit dat nou qua andere notenmelken. Is daar een heel groot verschil? Dus heb ik even de hazelnootmelk gekocht. Nou, die is iets hoger in calorieën, namelijk 29 calorieën per 100 milliliter. Bevat daardoor ook wat meer vet, namelijk 2,9. Maar eiwitten is wederom maar 0,6 gram. Dus ik let graag bij het kiezen van melk op eiwitten, omdat melk voor mij voornamelijk een eiwitrijk product is. Naast dat het wat D2, wat calcium en wat B12 kan leveren. En dan vind ik eigenlijk de notenmelken dus niet een super voedzame optie. Ik hoop dat ik je hiermee wat meer informatie heb kunnen geven. Ik hoop dat ik je zo kan helpen om de juiste keuze te maken wanneer het gaat om melk. Kies vooral voor wat je lekker vindt. Kies voor suikervrije varianten als je voor plantaardig gaat. En probeer te kiezen voor een eiwitrijkere variant. Heel erg bedankt voor het kijken. Mochten er nou producten zijn waarvan jij graag wil weten welke je het beste kan kiezen, laat het vooral even weten hieronder in de reacties en dan probeer ik daar een video over te maken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg! Vond je dit een leuke video? Geef ons dan een duimpje omhoog en klik hier om je te abonneren op ons kanaal. Kijk op happyhealthy.nl voor meer informatie en daar vind je ook onze afslankreceptenbijbel. Ons kookboek met meer dan 100 gezonde recepten om mee af te slanken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!